Ja, dat klopt. Vandaag zat het er jammer genoeg niet in. Ik denk dat we verdedigend te veel te makkelijk hebben weggegeven. De goals te makkelijk hebben weggegeven. Dan gaat het toch om bepaalde situaties waar we het niet goed doen. En dan lig je uiteindelijk uit de beker. En dat is inderdaad één prijs minder. Ja, misschien ook onwennigheid. Jij toch na twee trainingen in een nieuw team. Jetro Willems voor het eerst een basisplaats. Een bekerwedstrijd, meer wisselingen. Ja, dat weet ik niet. Volgens mij heeft Jetro al een aantal... hij heeft volgens mij al een keer een wedstrijd gespeeld. Ja, oké. Okay. Maar op de trainingen zag hij in ieder geval fit eruit. Was dit mijn derde dag dat ik weet. Het was mooi dat ik mocht starten natuurlijk. Ik had me wel wat anders van... Van voorgesteld natuurlijk. Maar uiteindelijk lig je eruit en dat is heel jammer. Ik heb een beetje het idee dat er vanavond een ploeg speelde voor wie de beker een leuke prijs is. Tegen een ploeg voor wie de beker een hoofdprijs is. En dat het verschil maakte vandaag. Ja, ik denk dat Utrecht een heel goed compact team heeft. Ze spelen heel goed vanuit de organisatie. Daardoor is het moeilijk er doorheen te komen. Ik denk dat we meer via de zijkanten moesten spelen. Een aantal keer dat je dat doet, word je gelijk gevaarlijk. Ik denk op het begin hebben wij wel een paar kleine kansen gehad. Zelf had ik volgens mij nog een kopbal, werd er goed uitgehaald. Maar wat ik zei, als je zelf de doelpunt makkelijk weggeeft, dan was er op een gegeven moment geen houden meer aan natuurlijk als je 3-0 achter staat. En dan wordt het een heel lastig verhaal tegen Utrecht. Dat is het technisch-tactische verhaal, het mentale aspect, dat FC Utrecht misschien net iets gretiger was? Misschien dat je dat in het veld zo zag, maar ik denk dat wij, ik vond de sfeer prima. Ik denk dat iedereen gewoon ervoor wil gaan en dat lijkt me logisch. Als ik je een tip mag geven, je komt uit de Engelse competitie, daar zijn ze bepaalde tackles gewend. Die zou ik in Nederland wat minder vaak doen, want wat mij betreft is het een wonder dat je nog gewoon gewisseld werd en niet met rood naar de kant werd gestuurd. Ja, ik zag de eerste net volgens mij. Die was zeker te laat. Die was te laat. Ik denk je staat 3-0 achter. Ik denk dat we als team wel meer moesten laten zien. Dan gooi je een keer een tackle eruit. Hij was zeker te hard. De tweede was dat ik weet sowieso op de bal. Misschien dat ik het daarna raak, maar daar moet ik dan misschien aan wennen dat ik weer terug ben. Ja, de beker is eruit, maar de Champions League en de titel die lonken nog, met name die titel. Zondag wordt een hele saillante wedstrijd, hè? Ja, zeker. Ik denk dat iedereen wel gelijk revanche wil natuurlijk. Als je thuis met 3-1 verliest van Utrecht en je mag dan zondag gelijk weer opnieuw daar naartoe, dan is iedereen extra gemotiveerd, hoop ik. Ook omdat je uit de beker bent. De competitie is natuurlijk prioriteit nummer 1. En daar wil je natuurlijk vol voor gaan, dus dan moeten we zondag winnen. Maar wel tegen een tegenstander die weet dat ze dit PSV kunnen verslaan. Zoals vandaag wel, ja. Maar dat gaat zondag anders worden. Ja, dat hoop ik wel. Ja.